hoeveel kilo springstof heb je gebruikt vandaag? Vandaag zit daar ongeveer 14,5 kilo springstof in. En eigenlijk zijn dat eigenlijk heel korte intervallen die er vallen. Eigenlijk gaat er nooit meer dan 100 gram springstof tegelijk. En dat zorgt ervoor dat we eigenlijk zo weinig mogelijk overlast hebben. Vooral naar trillingen, we zitten hier in een hele omgeving. Dus het is niet eenvoudig om het eigenlijk voor iedereen naar ons te doen. Was u tevreden over de ontploffing? Ik ben tevreden, ja. Boven was dit, daar is geen niks meer van de ton aan. En dat komt eigenlijk omdat de water, de schok door de water niet sneller gaat dan door de beton. En je hebt vandaag nog twee moeten doen. Drie. Dat is één. Ja. Dat is twee. Dat is samen gegaan. En dan is het slapen. We zitten hier redelijk op de zeeën. Deze zijn heel onderheen gaan trillingen. En hier aan de zijkant heeft de premet komt. Dus daar krijgen we ook al trillingen op gemeten. Dus het maakt het vingerspitsen gevoel. Zeggen de studie van dit, uw know-how, waar heb je dat opgedaan als springmeester? Ja, ik spring wel regelmatig. Het is toch een wekelijkse job. Ja? Ja, de meest soms spectaculair. Deze is minder spectaculair, maar het moet ook gebeuren. Ja. Maar meer in de mijnsector of afbraak is een redelijk ding. Ik spring hier onder andere de schilderkaaien spring ik altijd. Oh, ben u dat geweest toen? Volgende week ben je eindmaak en avond. Dat is het een achter het andere eigenlijk. Ah ja, maar er is veel aan te doen geweest met die kaaimuren. De eerste fase, de tweede fase met niks van kapiet kapot. We hebben eigenlijk al 1, 2, 3, 4 fases gedaan. Dus. Maar alles is perceptie. Hè. Uiteindelijk, ik weet niet of dat je trillingen voelt dat je afneemt. Vandaag? Ja, nee. Dat komt eigenlijk ook omdat we hebben een 10 uur 30 genomen op een weekdag. Eigenlijk zijn we getrouwd met een groep die voorbij rijden. Ja. Dus moesten we dat doen op een zondag morgen. Dat hij gezegd, ik voel toch een. Dat is een heel subjectief gegeven, trillingen. Dan zeggen we, kijk, ik voel me lekker trillingen. En met dat balletje. En dat zijn eigenlijk die gele connecties. Die gele, ja. Die zorgen altijd voor 25 milliseconden verschil. Dus als je het goed begrijpt, de explosies gaan niet in één keer. Dat is zoals mitraillet eigenlijk. Dat is lekker mitraillet. En waarom is dat? Omdat we weten dat één korte explosie, dat geeft eigenlijk de overlast. Ja. Dus we hebben 100 gram als eenheidslading gebruikt. Dat is de overlast die we krijgen. Totaal springen we 16 kilo. Dus als we dat in één keer springen, ja, dan gaan we schade hebben aan gebouwen. Welk soort springstof gebruiken dan? Dynamiet. Ja. Belgisch fabrikaat. Voilà, pas op. Voilà.